Tok, tok, tok. Terwijl jullie naar me luisteren, is in ieder geval dit deel van je brein de, de slaap, de temporale kwap, die zo achter je slaap zit en daar dan de bovenkant van aan het werk. Daar zit onder andere het gebied van Wernicke, uh, dat een van de eerste gebieden is die ooit is aangewezen als een gebied waar uh, we iets met uh, taal doen, namelijk door meneer Wernicke. Um, en over dat gebied gaat een van de hoofdstukken, een hoofdstuk geschreven door Sherpson Chang in het boek Human Language, onder redactie van Peter Hagoert. Wat gebeurt er precies als je luistert naar taal? Wat gebeurt er precies in dit specifieke gedeelte waar de meeste activiteit zich lijkt af te spelen? Bij het moment dat je echt luistert. Dus echt het moment van luisteren, van de klanken die je hoort, interpreteren als spraakklanken. Daar, Daar lijkt dit gebied zo belangrijk voor te zijn. Daar, dat gebeurt hier. Dit gebied is een. Akoestisch gebied. Het is een gebied dat akoestische signalen op de een of andere manier analyseert. En wel al specifiek op een talige manier. En daar weten we inmiddels al het een en ander van. Uh, we weten bijvoorbeeld dat er, dat, er, dat, er, dat, er, dat er van allerlei dingen tegelijkertijd gebeuren. Dat je, terwijl je de klanken analyseert, ook al bezig bent om de woorden op te zoeken die daar. Die daarbij horen. Dat is misschien wel een van de algemene thema's in het hele boek. Dat er veel dingen tegelijkertijd parallel aan elkaar gebeuren. Dat het helemaal niet zo stapje voor stapje gebeurt. Maar een van de allerinteressantste bevindingen vind ik misschien nog wel dat je die klanken, dus hoe hoor je klanken? Je hoort mij zeggen pap. En wat hoor je dan? Hoor je dan eerst p, dan a, dan p. Zitten er ergens hier in je hoofd een verzameling neuronen die corresponderen met een P en een andere, die clubje, dat correspondeert met een A en hoor je het zo naar elkaar? Nee, dat blijkt niet zo te zijn. Wat je hoort is een, voor die P is, er is een groepje neuronen dat correspondeert met een explosie. Je hoort een explosie en dat heeft de P gemeen met de T en de D en de B. Die, dat hoor je aan de ene kant. En je hoort in ieder geval ook dat die gemaakt wordt met de lippen. Die explosie, dat is het zelfs het duidelijkst uh, te zien. De, dus, de, dat heeft hij gemeen met het en de k, zei ik al. En met de d en met de b, ze, zei ik ook al. Uh, maar. Niet gemeen met de z of de, v of de rr of de l of de m of de n of de a. Allemaal klanken zonder explosie. Die explosie, dat is een heel duidelijk onderscheidend kenmerk van die p en die zie je ook. En zoals je ook ziet, klank met de lippen gemaakt. Dat is ook iets wat je kennelijk ziet in de hersenen als iemand luistert naar een p-klank. P -p -p -p. Dit, dit. Ik heb nu jullie neuronen aangeraakt. Die gaan over uh, explosies. Dat is heel interessant. Onder andere om die reden dat taalkundigen die niet in de hersenen keken. ook al lang geleden tot de conclusie waren gekomen dat dat de manier is waarop klanken georganiseerd is naar wat we noemen articulatorische kenmerken aspecten van de articulatie van die klanken. Dat weten we omdat talen zo duidelijk in elkaar zitten dat talen daar duidelijk naar verwijzen. Het blijkt nu ook inderdaad te corresponderen met die hersenen. Dat is dus heel leuk en fijn, want dat bevestigt die oude taalwetenschap en omgekeerd wordt dit resultaat Bevestigd door die oude taalwetenschap en krijgt dat een soort interpretatie door die oude taalwetenschap. Als je luistert, je, luister je niet naar individuele klanken als een soort holistische eenheden, maar luister je naar de, de, de structuur van die klanken. En die structuur van die klanken die kennen we eigenlijk vrij goed.